mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en sorry voor de audio. Dit is geen goede audio-kwaliteit, maar ik werk even met wat ik kan. Ik ben momenteel even niet in de positie om via mijn normale setup op te nemen. Dus ik zit momenteel in mijn auto met mijn gaming laptop gehoekt aan mijn microfoon. En ik heb net alles ingesteld. En het klinkt natuurlijk slecht, want ik zit in een auto. Alleen, ik zou gek zijn als ik niet hier even een video over zou maken. Want wat moet ik anders doen als gaming YouTuber? Want GTA 6 heeft eindelijk een trailer gekregen. En we kunnen het nu ook officieel GTA 6 noemen. Want we weten nu, deze game heet GTA 6. Sommige mensen zeiden van, oh, misschien krijgt het een andere naam. Zoals vroeger Vice City of San Andreas. En sommige mensen dachten ook van, wat nou als ze het rebranden als gewoon GTA. Als een soort van live service. Nee, ze besluiten toch gewoon GTA 6 te doen. En het is heel erg grappig, want GTA 6, de trailer, het was zo'n grote hype een paar dagen geleden. Toen ze hadden aangekondigd dat op 5 december de trailer zou worden geüpload. En letterlijk een dag voor, echt de nacht voor 5 december, werd de trailer geleakt. En werd hij gewoon ergens anders geüpload. En het was bizar, het was van, oh jee, de trailer is geleakt. Maar wat Rockstar toen zei was, F it, we uploaden de trailer gewoon nu. Dus ik zat midden in de nacht, zat ik gewoon in bed. Ik was klaar om te slapen. Ik was heel erg moe. En ik kijk nog even op Twitter en ik zie van, hé, we zijn Rockstar. We hebben de trailer al geüpload. En ik dacht van, oh, ik wilde een live reactie doen. De volgende dag moest ik ook gewoon om 6 uur op, want ik moest dingen toevallig voor mijn auto gaan regelen. En toen vroeg ik in mijn Discord van, hey, is het waard om het internet te vermijden voor spoilers en gewoon de trailer te live reacten zodra ik thuis ben? Wat in deze auto zou moeten zijn? Want nogmaals, ik ben momenteel niet in de positie om in mijn normale setup op te nemen. En iedereen zei nee. Dus we zijn hier gewoon met mijn algemene gedachten over de trailer. Wat ik ervan denk, de dingen die ik heel erg leuk vind, die me positief lijken. En wat ik denk wat de toekomst gaat zijn van deze game. Nou oké, ten eerste alle leaks over GTA 6 met het plot en met de characters en die hele gameplay leak. Het is allemaal waar. Ik bedoel, dat is logisch, want het was gewoon legit. Al die leaks die we zagen van die oude builds. En de game ziet er echt heel veel beter uit dan die builds. Ik weet nog dat toen die leaks naar buiten kwamen, mensen zeiden van, oh nee, de graphics zijn altijd het eerste wat wordt afgemaakt bij een game. En dan is het zo van, nee, dat is niet zo. Dus de game die je toen op die manier uitzag, dat is niet hoe het er nu uitziet. Want deze game ziet er echt prachtig uit. Waarschijnlijk is een heleboel van dit gewoon CGI. En een heleboel van dit zijn cutscenes. Maar de algemene stijl, de kleuren en weet ik het wat. De dingen die ik van GTA 5 zo nice vond, vergeleken met GTA 4. Omdat die game voornamelijk grijs en grauw is. Is GTA 5 veel meer kleurrijk. Dat vind ik nice om te zien dat ze dat nu al terugbrengen in deze game qua grafische stijl. En de character models zien er echt super realistisch uit. Heel veel meer dan wat het was met GTA 5 en die game zag er al fantastisch uit. Dus je ziet echt wel de jump in kwaliteit vergeleken met de PS3 Xbox 360 game wat GTA 5 was. En wat deze nieuwe current gen Xbox Series X PS5 game gaat zijn. Nou natuurlijk de grootste reveal van deze trailer is dat we teruggaan naar Vice City. En Vice City is mijn meest nostalgische stad, oké? Ik weet het, een heleboel mensen waren fan van San Andreas en die waren fan dat GTA 5 terugging naar die stad. Ik was helemaal into Vice City. Dat komt omdat ik Vice City Stories heet de game volgens mij op de PSP altijd speelde. Fantastische game is dat, zeker voor de PSP. En in recentere jaren toen ik de trilogy opnieuw ging spelen of voor de eerste keer ging spelen. Tenminste, ik heb San Andreas nog niet gespeeld, maar toen ging ik ook de originele Vice City spelen. En ja, ik denk dat dat een van mijn favoriete GTA's is, want het is gewoon een hele nostalgische plek van om daartoe terug te gaan. En om te zien dat we dus eigenlijk een soort van remake van die wereld in GTA 6 krijgen, dat is fantastisch. Ik kan niet wachten. Er loopt een buurman langs met zijn hond, langs mijn auto, en hij keek heel verward naar binnen. Dus heel zonde, want dat is een hele lieve hond, die aai ik wel eens. En nu voor de rest van mijn leven zal die buurman denken van, oh, dat was die gozer die in zijn auto aan het schreeuwen was. Ik laat hem nooit met mijn hond aaien.
Nou, een ander onderdeel van deze trailer die ik heel erg leuk vond, was de vibe van de game. De soorten dingen die ze gaan behandelen, de thema's van de game. Je ziet bij iedere GTA-game dat ze een reflectie zijn van de tijdsperiode waarin ze zijn gemaakt. Dat zie je echt heel erg duidelijk van GTA 4 naar GTA 5 bijvoorbeeld. GTA 5 is al heel wat meer current day, maar je mist nog steeds wat dingen die we echt, vandaag de dag hebben. Ik bedoel, er is veel veranderd in de wereld. Echt een heleboel veranderd in de wereld sinds 2013 en dat zie je ook in GTA 6. Je ziet TikTok, je ziet YouTube, je ziet social media, je ziet social media influencers. En het is echt super leuk om te zien dat Rockstar dus dat onderdeel van onze samenleving heel erg gaat tackelen in deze game. En het is nogmaals, altijd, iedere GTA die pakt altijd de dingen die die tijdsperiode een thema zijn en daar gaan ze grappen over maken. En ik kan niet wachten om te zien wat voor dingen ze gaan doen in GTA 6 met dit hele thema van social media en TikTok wat we nu zien. Je ziet al echt wat rare dingen in deze. Je ziet een gozer die filmt een alligator. Je ziet een vrouw die zit op de bovenkant van een auto te twerken. Je ziet mensen die voor clout domme dingen doen. Het is zo grappig en ik kan niet wachten. Laat het maar over aan Rockstar met hun writing en met hun grappen om hier een hilarische game van te maken. Nou, natuurlijk het allerbelangrijkste onderdeel is het einde van de trailer. Namelijk, deze game komt uit in 2025. En weet je wat? Dat valt nog een klein beetje mee. Ik had sowieso niet verwacht dat deze game in 2024 zou komen, want dat zou echt veel te vroeg zijn voor een game als dit. Ik had eigenlijk ergens gedacht van, oh, dit zal wel richting het einde van de generatie misschien een beetje zijn, richting 2026, 2027. Maar hij schijnt dus op 2025 uit te komen. Ik zie het nog wel gebeuren dat hij wordt gedelayed naar 2026. Dus totdat we echt een vaste release date krijgen, heb ik niet heel erg veel hoop dat we de game snel gaan spelen. Maar 2025, dat is een stuk realistischer dan wat veel mensen dachten met 2024. En ook de platformen waar deze game naartoe komt, dat zat dan wel niet in de trailer, maar we weten dat de game komt naar PS5 en Xbox Series X. Nou, een heleboel mensen willen graag deze game op PC en ik vind het raar dat de game niet naar PC komt. I guess dat Rockstar gewoon over het algemeen meer console-gericht zijn met GTA, want dat was hetzelfde met GTA 5. Die kwam ook pas heel laat naar PC. Dus het zal wel eventjes, waarschijnlijk een jaartje duren voordat we een PC-port krijgen. Mij maakt dat niet zo heel erg veel uit, want ik heb er gewoon geen vertrouwen in dat mijn PC dit gaat kunnen runnen. En dat ding gaat waarschijnlijk gigantisch zijn. Dat gaat waarschijnlijk een gigantische save-file krijgen, of storage-file. Dat gaat mijn hele SSD volmaken. In ieder geval zou ik zeggen dat over het algemeen de trailer er heel solid uitzag. Ik denk dat deze game echt fenomenaal gaat worden. En één ding waar ik heel erg blij mee ben, waar het nu op lijkt tenminste, is dat dit gewoon singleplayer is. Er zijn een heleboel mensen die hadden het erover dat ze GTA Online en GTA 6 willen mergen met elkaar en dat je eigenlijk de singleplayer aan het spelen bent in de multiplayer. En ik hoop van niet. Ik denk dat GTA 5 en GTA Online gewoon het perfect delen waarbij het gewoon twee aparte dingen zijn. Ik vind het jammer dat we nooit singleplayer DLC hebben gekregen van GTA 5, maar het is goed dat het gewoon twee aparte dingen zijn. Je hebt GTA 5, de singleplayer, en je hebt GTA Online. En ik hoop dat ze dat ook hier doen. Weet je, sure. Ze zouden het gewoon één platform kunnen maken en het gewoon één grote live service kunnen maken. Maar dat zou ook de magie van de nieuwe GTA een beetje weghalen, in mijn mening. Dus ik hoop van hoe het er nu, voor hetzelfde geld, kunnen ze het gewoon totaal anders doen en zien we in de volgende trailer van, oh, het is always online en weet ik het wat. Dat zou heel erg jammer zijn. Voor nu gaan we gewoon hoop houden dat dit waarschijnlijk gewoon singleplayer is. We zagen niks van online, we zagen niks van dingen van spelen met andere mensen. Dit was gewoon puur story trailer, dus eigenlijk kan er nog van alles gebeuren. Maar ik hou de hoop van, dit is gewoon singleplayer, gewoon simpel. Een singleplayer game en daarnaast heb je online. Dat is hoe ze het zouden moeten doen. En ik hoop dat dat is hoe ze het gaan doen. Want weet je wat? Ik denk dat Rockstar ook wel graag gewoon de box sales wil. Gewoon van de pure game die ze verkopen in plaats van daarnaast gewoon online te hebben. In ieder geval mensen, dat is wat ik dacht van deze trailer. Wat vonden jullie van de trailer? Vond je het een coole trailer? Vond je het geen coole trailer? Haat je de audio die ik momenteel heb? Ik denk dat dit een van de meest rare video's is die ik ooit heb gemaakt. Maar man, ik kon gewoon niet anders. Laat me weten in de reacties. Ik wil het erg graag weten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.